Goedemorgen, het is vrijdag. Wat zeg je? De stofzuiger, ja. Die heeft een ander plekje, want die kasten komen in de gang. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is tijd voor een nieuwe vlog. Sorry voor mijn stem. We zijn een beetje huisbasil lately. Sven is ziek. Ik ben op zich niet ziek, maar om nou te zeggen topfit ook niet. Dat is wel belangrijk, want ik ben nu ruim 38 weken zwanger. Dus het is wel redelijk essentieel dat ik me topfit voel. Maar goed, in ieder geval. Dat hoor je ook aan mijn stem. Dat heeft ook geresulteerd dat ze al 2 nachten op de bank slaapt. Het is heel armoedig, maar het is wat het is. Het is echt voor het eerst in... Nou, we hebben nu bijna 10 jaar een relatie. Echt voor het eerst. Laat staan 2 nachten. Maar ja, Sven voelt gewoon echt niet lekker. En ik kan me niet permitteren om ziek te worden. Dus we dachten, we moeten het toch maar doen. Dus net lag hier ook nog een deken, hoor. Maar dat is... Hier! Ik heb nu alle beren in het huisje doen. Ik heb nu van het bed een huisje gemaakt. Daar zo, daar hangt de detector. Ik heb planken besteld. Ik heb hier 1 grote plank voor besteld en 2 deuren. En daar heb ik kleinere plankjes voor besteld en deuren. Want dat zijn de kasten die in de gang komen en die worden volgende week bezorgd. Dus dat is heel fijn. Dit weekend hebben we niet zo heel veel spannends. We hebben nog een feestje voor kinderen. En verder, we hebben gewoon niet zoveel gepland meer. Want ik ben natuurlijk al dicht tegen mijn uitgerekende datum aan. Ik ga zo even douchen en aankleden. En dan ga ik met Niels naar mama toe. Dan kan Sven hier rustig zwelgen. En ik ga dan verder met knutselen aan de mobiel voor de babykamer. Ga ik jullie straks wel laten zien. Tenminste voor de babykamer, voor boven de box. Maar dan ben ik ook gewoon, kan ik gewoon rustig zitten en hoef ik niet zoveel te doen. En dan komen we denk ik voor zijn slaapje terug. En dan kan hij hier slapen. En dan kan ik gewoon even op de bank zitten. Gisteren kwam mijn broertje nog eten. Heel gezellig. En ik hoop dat Sven ook weer snel een beetje opgepakt is. En dat ik mezelf ook weer beter voel. Niels heeft slecht geslapen vannacht. Gisternacht echt heel goed. Maar vannacht was het redelijk. Was hij echt een paar keer... Oh! Maar vannacht was het een beetje feest. Maar was ik echt om 6 uur al wakker. Nou mag hij er gewoon niet uit voor 6:50. Maar... Alleen, soms... kan je dat wel zeggen, maar hij blijft ook wel liggen. Alleen hij schreeuwt gewoon. Ja, goed. Hij probeert nu zelf het terug te halen. Ik ga even douchen. We hebben trouwens nieuwe tandenborstels. Deze 2, de blauwe en de roze. We hadden allebei deze. Maar die van Sven is gestorven. Nu hebben we deze. Ik vind ze zo gezellig. Die van Sven is ook heel raar. Die ging ineens uit zichzelf aan. En dan stopte hij weer. En jezelf kon je hem niet uitzetten. En nou, het was echt een heel... Een heel raar ding aan het worden. Ik was thuis. Ik dacht, wat hoor ik nou? Dus was het die tandenborstel? Probeer ik hem uit te doen, lukt niet. Nou, een tijdje later was hij gestopt. Een tijdje later hoorde ik hem weer. Maar goed, hij gaat niet meer aan. Dus we hebben een nieuwe gekocht. Die oude van mij ga ik even opruimen voor noodgevallen. En ik heb hem even opgemaakt. Gewoon een beetje simpel. Ik heb wel een proefmonstertje van deze gebruikt. De Kliniek. Super balanced silk make-up, maar die is iets dekkender dan ik had bedacht. Maar goed, hè? Skin on fleek. Ik ga nu even wat aantrekken. Ik ben heel benauwd trouwens. En dan gaan we naar oma toe. Nou, dit is mijn outfit van vandaag. Dit is eigenlijk een jurkje. Nou, dat zie je wel aan de lengte, mot. Maar goed, ik heb gewoon een legging aan en dus dit wijde ding eroverheen. Dit is mijn mega buik. En ik ga zo nog even mijn haar los doen. Maar moet ik eigenlijk wassen, maar dat doe ik morgen lekker. Dus een relaxdagje bij oma. Hé, meetens. Ach, die lag zo lekker bij me. Al die ruimte om ons heen en wacht. Maar wel een beetje ongezellig, hè, meetens. Oké, ik pas officieel geen enkele schoen meer zo ongeveer. Nou, ik pas mijn Vans nog. Maar die moet ik echt aandoen met een schoenlepel. Maar ik ga gewoon wel op mijn slippers. Ik neem mijn sokken wel mee.
mijn slippers was ik nog wel. En ja, ik hou gewoon heel veel vocht vast. Maar Niels past ook geen schoenen meer. Ineens, ik weet niet of iemand dat herkent met kinderen, maar ineens kon ik geen enkele schoen meer bij me aankrijgen. Er is nog één maat 24 die past en de rest allemaal maat 25 nu. Dus we hebben nieuwe schoenen gekocht. Dus zal ik laten zien welke die vandaag aan is. Schattig. Ik zet ze nieuwe schoenen. We gaan hem uitzetten, we gaan naar oma. Proost! Oma en Niels hebben lekker. Oh, wat heerlijk, hè? Ja, ik heb ook koffie, maar ik heb geen spikkeltjes gedaan, want ik heb echt koffie. Dit is natuurlijk gewoon geklopte melk. En ik heb een lekker bakje thee. Pak een stoeltje maar erbij. Een bakje thee. En kijk, dit is het proces waar ik mee bezig ben. Ik heb nu al zeg maar de flamingo's gemaakt en de cactus. Die had ik al gemaakt en nu ga ik verder met de pootjes van de flamingo's. Hallo. We waren net aan de koffie. En daarna is het. Onder luid gezang van Niels en mama ben ik het blaadje aan het maken. Ik heb inmiddels de blaadjes af. Dus dit is dubbelzijdig en dan ga ik dan straks dichtmaken met wat vulling ertussen. En de flamingo, de grootste van de groep. Alhoewel het blaadje ook best wel groot is geworden. Maar nou, is volgens mij prima. Dan ga ik nu de wolk maken. Tenminste, dit is het vormpje. En dan ga ik zo eventjes het op wit vilt doen. Ik heb hier al mijn vilt liggen. Dus we hebben de witte nodig. Heel lekker creatief bezig zijn. Hier. En mama is met Niels even naar de winkel. En in principe is het idee dat we, nou ja, bij ons thuis lunchen. En dat hij dan bij ons thuis naar bed gaat. Maar hangt een beetje vanaf. Want het is nu 10:50. Dus misschien dat we gewoon nog hier lunchen en dan naar ons huis gaan. Mama gaat dan uiteraard nog mee. Super fijn. Sven stuurt dat hij zich nog steeds niet heel erg top voelt. Dus nou, even afwachten. Ik voel mezelf ook niet helemaal peachy. Maar goed, ik zit hier heerlijk. En ik zal straks ook nog even laten zien wat ik gisteren aan missies heb gedaan. Los van dat ik een puzzel heb afgemaakt. En dus ook gewoon echt wel op mijn kont heb gezeten. Sven zei op een gegeven moment pas weer met zo'n kast bezig. Ja, ga nou zitten, mens. Maar ik zei, ja, maar als ik de hele dag zit, krijg ik ook last. Dus ik moet wel een beetje af en toe wat doen, maar niet te veel. En niet tillen en dat soort gekkigheid. Maar of als ik mag best eventjes wat actiefs doen, alleen gewoon niet te veel. Dus dat doe ik ook braaf. Ik ga heus niet heel gek doen. Maar nou, nu dus ook. Ik heb net even een crackertje op, want ik had honger. Ik heb echt veel meer honger dan met Niels. Dat heb ik nog niet in mijn update gezegd, maar dat valt me echt op. Ik kan me niet herinneren dat ik met Niels ooit, zeg maar, überhaupt echt heel erg trek had in eten. En nu gaat het wel een beetje met vlagen. Maar ik heb gisteren, vooral 's ochtends, veel honger. 'S Middags heb ik een strooi goed. En aan het avondeten hoef ik ook niet zoveel. Maar ja, en 's nachts weer. Goed, ik heb een lekker kopje thee. En dan ga ik weer verder knutselen. Zijn nu allemaal af en ik ben nu aan het vullen met zacht spul. Kijk, dit ben ik erin aan het doen. Dus nou, ik ben benieuwd. Eten. Oh ja, pasta. Ik zie het. Opa's boodschappen in Niels' winkel aan het doen. Echte pasta, zie je het? Ze staat hierop afgebeeld. Hoe duur is die? Stuk voor 10. Stuk of 10? Ja, stuk of 10. Oké, nou dan geef ik jou weer 10 cent in je handje. Hij is even de rookworst voor je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de rookworst, is die 5 cent? Ja. Okay. De moeilijkste, namelijk de flamingo, is af. Ik ben nu bezig met het wolkje. Dus ik maak eerst een stuk, eerst naai ik een stuk en dan vul ik het en dan naai ik door. En de laatste is ook af. Nou, thuis in elkaar zitten en op het heen. Ik ben inmiddels weer thuis. Niels is nog even met mama buiten aan het spelen. Het is 4:15, geloof ik.
Ik zal even sterretjes op de fiets, dus ik ga even rustig aan doen. En ik word nog steeds meer verkouden, dus dat is wel een beetje jammer. Ik ga lekker een huispak aandoen en zo. Zij voelt zich gelukkig ietsje beter, dus die is nu even aan het koken. En dan doen we gewoon lekker rustig aan. Ik probeer hem te halen en te praten tegelijk. Dat is een uitdaging. Ik zit lekker op de bank. Zij voelt zich gelukkig iets beter. Ik ben wel best wel verkouden nu. Ik ga zo Louis Theroux kijken. Volgens mij gaat het over plastische chirurgie. Maar ik heb niet heel goed gekeken, maar ik vind al zijn documentaire is altijd goed. En dan ga ik een beetje op tijd naar bed, want ik ben moe. En dan zien we morgen alweer hoe het gaat. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. Niels is laatst erg vroeg wakker, maar hij was vanmorgen wel gewoon aan het zingen. En dan blijft hij wel gewoon in zijn bed liggen uiteraard. Maar het is om 6 uur geloof ik wakker. Maar ik ben anders ook wakker, want zodra ik nu 's ochtends wakker ben, denk ik honger. Goed. Ik heb het even opgemaakt, dus dan ga ik mijn haren doen. We hebben straks hebben we nog een feestje. En Niels zit even fotoboeken te kijken, dat is heel schattig. Ik denk dat hij een andere auto gaat kiezen. Oh, papa is de brandweerauto. Ik ben de politie. Ja, je bent ook politie. Ik heb last van mijn band. Hallo! Hallo! Je bent een beetje kapot. Ik ben een beetje kapot, ja. Kan jij mij repareren? Nee. Oh. Je bent helemaal zo'n nieuw batterijtje in. Moet er een nieuw batterijtje in? Oh, oké. Okay. We zijn al heel wat uurtjes verder. We hebben een feestje gehad en daarna hebben we nog even geluncht. Maar ik had mijn camera niet bij me, omdat ik bij het feestje niet wilde filmen. Dus ik heb dat lunch ook niet gefilmd. Toen is Niels eigenlijk naar bed gegaan. En toen hebben wij de kasten leeggehaald, want zoals je ziet zijn ze gone. En die ook, gone. Oh, wat een ruimte. Dat waardeer je dan deze weer. En een vriend van ons is zo lief geweest om Sven even te helpen met het verslepen. Dus nu staan ze in de gang. Hey, voilà. Hier komen dus nog deuren voor. Die worden volgende week bezorgd, dan moeten ze nog even monteren. Wat we gaan doen is, dit wordt gewoon jassen, deze schoenen. Die hier staan, die komen allemaal. Hier komen heel veel plankjes in voor schoenen. De rest ga ik gewoon nog even. Hallo, stel scherp. De rest ga ik gewoon nog even netjes indelen. Maar in ieder geval ga ik nu gewoon alles weer even inzetten. En misschien dat ik ondertussen al wel nadenk over een logische indeling. En wat ik eigenlijk. Nu heb hier achter nog iets van ruimte. En dat komt omdat daar nog verwarmingsbuizen staan. Dus daar wordt nog een gat in gezaagd. En dan zetten we het tegen de muur aan. En waarschijnlijk maken we hier dan nog een ombouw omheen. Het zijn trouwens allemaal onze trouwfoto's nog. Sven en ik. Mijn ouders. Weer Sven en ik. En ook allemaal andere mensen. Maar die zal ik het besparen. En hier onze eerste dans. Nou, Sven's ouders, die heb je ook wel eens voorbij zien komen, volgens mij. Maar goed, in ieder geval ga ik even nadenken over deze indeling. Maar hier komen dus in ieder geval heel veel planken voor schoenen. Dan kunnen die daar onderweg en hebben we hier gewoon ruimte voor jassen. En we hebben gewoon besloten dat we gewoon wat beter met de hoeveelheid jassen om moeten gaan. Dus ik ga nu even alle spullen daarin terugzetten. Voor zover het nog niet gedaan is. En dit is dus waar ik het over had. Dit is dus waar we de was hebben, de wasmachines. Maar dit was onze andere missie. En wat ik eigenlijk wilde, was hier nog planken. Maar dat kan niet vanwege die buizen. Dat hebben we getest, maar dat werkt gewoon niet. Dus nu is hier het hanggedeelte voor als we bijvoorbeeld overhemden en zo, die hang ik hier op, of jurken. De rest is gewoon tegenwoordig aan een wasrek in de woonkamer. Niet ideaal, maar ja, onze washok is babykamer geworden. Hier zat dan ook de stofzuiger en dat soort dingen. Hier wasmiddel. Nou, hier komen diepere planken in. Die heb ik besteld. Dus dan hebben we gewoon net wat meer opslagruimte. Komt hierboven dan ook nog eentje. En dan ruimen we dit ook even op. Dus zo komen we er wel. En onder het motto verdeel en heers is Sven met Niels naar buiten. Die zijn nog even naar de supermarkt en zo. De boodschappen worden straks bezorgd, maar
Niels is ineens helemaal fan van komijnenkaas. Of pitjeskaas, zoals Sven het noemt en zoals Niels het dus ook tegenwoordig noemt. En nou, dat was op, dus dat gaan ze nu, zijn ze halen en dan willen ze even langs de visboer. Sven wilde de haring, want er is natuurlijk nu weer haring. Die wilde haring en ik denk dat Niels dan niet zo'n kibbeling of zo krijgt. Dan gaan ze even naar de speeltuin. Want ik zei, laat mij dan wat met dat inruimen maar doen. En dan gaat dus de box, komt daar. Met Niels stond de box daar. Alleen ja, daar staat natuurlijk, is nu zijn speelhoek. Dus we dachten, we doen gewoon lekker de box hier. Dat is ook prima. En die gaan we denk ik morgen even in elkaar zetten. Sven is even gamen met een vriend van hem. En ik ga lekker in bad met een heerlijke bruisbal van Lush. Volgens mij zit lavendel. Ik twijfel even of ik deze moet doen of een ander. Ik ben namelijk nog steeds mega verkouden. Laten we even die anders met een president even ruiken. Ik ga even ruiken. Daar gaat lekker in bad geweest en daarna heb ik een maskertje opgesmeerd. En dat je dan in bad gaat en dat je dan vervolgens het bad gaat schoonmaken. Ja, Sven zet zijn racefiets erin en nu staat ook het fietsje met Niels de trappers erin. Het wordt gewoon een beetje ranzig. En zeg maar, voordat je bad gaat sproeien, gewoon wel even het zand en zo. Dat is niet zo erg, maar je krijgt natuurlijk gewoon die soort smeervlekken. Klinkt echt erger dan het is, want ik denk dat niemand het ziet, maar ik zie dat wel. Even een masker eraf gehaald. Over schoonmaken gesproken. Dat weten jullie waarschijnlijk niet. Maar ik heb eerst een hbo-studie gedaan en daarna universiteit. En toen ik nog op hbo zat, was mijn eerste stage was bij een hotel. Een 4-ster hotel. En daar werd ik redelijk in diepe gegooid. Want daar werd ik ineens supervisor housekeeping. En dat houdt in dat je zeg maar checkt of bijvoorbeeld de kamermeisjes de kamers goed hebben schoongemaakt. En je stelt hun roosjes op en dat soort dingen. En dat checken van die kamers, nou heb ik, nou smetvrees is niet het goede woord, want dat heb ik niet. Maar ik zie dingen wel, zeg maar. Ik zie het snel als iets vies is. Nou, je ziet dat het hier nooit echt heel erg blinkend schoon is. Of tenminste, niet super opgeruimd en hysterisch. Al hou ik daar trouwens wel van, maar daar ben ik te lui voor. Maar ik zorg wel dat dingen gewoon schoon zijn. En daar moest ik dus echt kamers echt mega goed checken of ze goed schoongemaakt waren. En daar krijg je wel een heel erg goed oog van. En dat is niet per se heel fijn voor iemand die het ook echt wel houdt van schoon. Dus ik zie ook in hotelkamers alles, elke haar op een laken of verschrikkelijk. Ik heb ook hele ranzige dingen gezien. Maar ja, dat heeft niet echt bijgedragen aan mijn plezierige hotelervaringen. Ik weet dus ook hoe ze schoonmaken en zo. Ik zal het jullie besparen, maar ja, laten we zeggen, ik heb er een hoop van geleerd. Het was misschien niet de beste stage voor mij in mijn eerste jaar. Maar goed, ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik ga nu lekker op bed nog even Netflixen. Maar niet 13 Reasons Why, want volgens mij ben ik bijna bij die aflevering. En ik weet nog steeds of ik hem ga kijken, zeg maar de beruchte aflevering waar iedereen heel erg beroerd van wordt. Als je dat volgende hebt staan. Goedemorgen, het is zondag. En Niels heeft zowaar weer gewoon geslapen tot zijn normale tijd, tot 6:50. Dus dat is heel fijn. En hij mag dan als schaapje wakker is, mag hij uit bed. Maar ik hoorde hem dus uit bed gaan en toen ging hij dus meteen rennen. Die snel naar de woonkamer. Ren die snel weer terug, had hij zijn boekje uitgekozen. Dan wilde hij dat het boekje voor gaan lezen, dan komt hij wel eens in bed liggen. Maar dat hij zeg maar, hij loopt niet gewoon, hij gaat dan rennen. Maar wel niet uit een soort van enthousiasme, maar meer zo snel dan ziet niemand dat ik een boekje aan het halen ben of zo. Maar ik vond het heel schattig. Ik heb hier voor mij, Sven is nog steeds niet topfit, ik ook niet. Sven heeft nu ook een ontstoken oog.
Ik heb hier een soort rare schurfplek. Ik weet het ook niet. Maar we hebben bedacht dat Sven met Niels naar die nature film van Disney gaat. Die Blue heet die, geloof ik. Zo'n natuurfilm. Dus meteen dat Niels dan al deze maand al twee keer denk ik naar de bios is gegaan. Maar ja, omdat we allebei niet helemaal lekker zijn, is dat wel een fijne activiteit. Daarbij zag ik net weer sterretjes. Gisteren ook al, dus ik moet gewoon een beetje rustig aan doen. Ik zag wel staan op dat ding van de verloskundige dat je als je sterretjes ziet moet bellen. Maar er stond sterretjes, pijn in de rug en ik weet allemaal niet. Nou ja, goed, dat heb ik allemaal niet. En volgens mij is dit gewoon meer als ik snel opsta en zo. Mijn bloeddruk is normaal, dus ik ga ervan uit dat het gewoon oké is. Ik moet er nu toch echt aan gaan geloven. Ik heb hier mijn kraampakket staan. Want ik moet het matje echt in bed gaan leggen. Ik ben bijna 39 weken zwanger, dus het is wel een beetje tijd. Maar het wordt warm volgende week. Oh mijn god, ik moet er niet aan denken om zo'n ding in mijn bed te hebben. Maar goed, ik dacht, we gaan er gewoon even samen doorheen, door het kraampakket. En dan gaan we het wel zien. Welke van deze heb ik nou nodig? Oh, dit is hem. Want hier staat... Onderleggers, achtzus en het kraammatras worden gebruikt tijdens de thuisbevalling. Dus deze heb ik nu niet nodig. Hopsakee. Deze moet het worden. Yes. En dit is het dus. Maar eerlijk, dit voelt echt veel beter dan degene die ik vorige keer had. Het is natuurlijk plastic. Dit ademt gewoon niet. Dus ik ga echt helemaal kapot volgende week met die hitte. Maar het voelt wel beter dan de vorige die ik had. Het is niet zo krakerig. Die vorige, dat was gewoon echt voor mijn gevoel, was het gewoon dit, zeg maar. Dat, als je het dan omdraait, dan kraakt hij de hele bende bij elkaar. Maar goed, oké. Okay. Ja, top. Die ga ik er straks opleggen. En ik wil eigenlijk zo even naar de IKEA. Of tenminste zo, naar Niels' slaapje. Want het is natuurlijk een groot Nielsfeest dit weekend. Maar komende week, als het goed is, klopt dat? Zeg ik dat goed? Nou, komende week komende week... worden nieuwe gordijnen bezorgd voor de slaapkamer. En ik wil ook heel graag, wij willen eigenlijk al heel lang, nieuwe nachtkastjes. We hebben deze lelijke witte units al heel lang. We don't like. Nou heb ik wel leuke gezien bij de IKEA. Donkerder. Maar ik denk dat ik het ook wel mooi vind hier wat donkerder. Ze zijn geloof ik zelfs zwart. Maar we hebben natuurlijk best wel donker bed en donkere muur hier. Verder is alles wit en licht, zeg maar. Dit is allemaal verder natuurlijk wit en licht. Gordijnen worden ook wel donkerder. En dat vinden we eigenlijk wel mooi voor de slaapkamer. Ik heb heel erg lopen zoeken. Een ander idee was namelijk dat ik dit met plakfolie zou gaan doen. En dan nieuwe greepjes. Maar Sven zei, alsjeblieft, geen doe het jezelf niet aan. Deze is misschien ook wel een punt. Maar ik moet even kijken wat er ook weer allemaal in zit. En want er zit best wel veel in. Bijvoorbeeld bij Sven zit er gereedschap in. En schroeven en zo. Dat is natuurlijk niet echt een plek in een nachtkastje. Dus het mag ook ergens anders. Alleen waar is wel nog even de vraag. En daar moet ik gewoon over dat soort dingen moet ik gewoon echt even nadenken. Want het kastje wat ik op het oog heb is heeft minder opbergruimte. Maar ja, het ziet er wel gewoon mooi uit. En we hebben deze echt al sinds we hier wonen. Dus dat is nu zo'n 5 jaar of zo. Iets in die richting. En eigenlijk vanaf het begin zijn we er al niet blij mee. En ik dacht, als ik dan toch een make-over ga doen, dan kunnen we het meteen maar beter goed doen. De boxen in elkaar aan het zetten. Dus heeft de kleine liefde van komijnenkaas. Ja. Dus die heet een cracker, verkoren cracker met komijnenkaas. Ik ben weer even bezig met mijn mobiel. En ik dacht, while I'm at it, maak ik hier ook een nieuwe voorkantje op. Dus ik doe dan een roze vilt met een wolkje erop. Dus die ga ik even eraan maken.
Normaal heb ik zeg maar best wel een geordende werkplek, nu even niet. Maar ze hangen er nu allemaal aan. Nu ga ik gewoon alle touwtjes eraf halen en netjes afwerken en zo. Maar het staat echt heel leuk. Ik zal zo even het eindresultaat laten zien. Ik ben echt mega blij mee. Sven vindt het ook helemaal fantastisch. Dit is het eindresultaat. Wij waren in IKEA, maar zo kort dat ik het niet heb gefilmd. En waar we voor kwamen was er niet, dus dat was top. Maar we hebben wel een aantal andere dingen die we ook nodig hadden, maar niet zoveel. Ja, en nu gaan we weer naar huis. Dit is mijn fiets. Opstappen is nog even een oefening, maar als hij helemaal gaat, dan gaat hij. Goed zo! Goed zo, lieverd! Daar gaat hij hoor. Nou, we hebben net het bed weer opgemaakt. En dit keer met de mezeiltje eronder. Vreselijk, het knispert en het doet. Ik dacht dat dit minder erg zou zijn, maar nee, het is gewoon de same. Maar ja, het is wat het is. We moeten er toch wel onder leggen. En dat was denk ik wel voor deze vlog. Ik ben moe. Volgens mij was het een weinig spectaculaire vlog. Ja, dat zeg ik volgens mij de laatste weken de hele tijd. Maar ja, goed. Het is ook niet zo gek natuurlijk als je hoogzwanger bent en niet heel veel energie meer hebt. Maar ik ben wel super blij met de muziekmobiel die ik heb gemaakt en die nu af is. Heel leuk. Ja, morgen ga ik weer een hele ontspannen dag hebben. En mijn best doen om zoveel mogelijk op mijn kont te zitten. Want ja, ik ben toch alweer heel erg ook lichamelijk moe. Maar ik ga natuurlijk wel een beetje door met het opruim en gedoeproces. Want ja, daar zitten we nou eenmaal in. En ja, volgend weekend... ben ik alweer ruim 39 weken zwanger. Dus ja, ik ga ervan uit dat er gewoon een vlog komt. Maar ja, je weet het nooit. Maar goed, hoe dan ook zien jullie me heel snel bij een nieuwe video. Er zitten vrij veel extra video's aan te komen. Met vluchttassen en dingen. De baby room, kamer room tour, zeg maar, die komt eraan. Maar ik wacht nog even op de gordijnen. En dus ook, ik wil nachtkastjes kopen. Maar die waren dus niet bij IKEA. Zoals ik al zei, dus die, daar wacht ik ook nog even op. Dus dat komt eraan. Ja, ik neem jullie volgende week als het goed is gewoon weer gezellig mee. En ik zie jullie heel graag dan of woensdag bij een extra video. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot dan. Doeg!